Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Je hebt het al aan de titel kunnen zien. Ik heb weer een Action Shoplog voor je. Ben namelijk bij de Action geweest. Ik had cadeautjes nodig. En zoals altijd bij de Action heb ik natuurlijk ook wat andere dingen gekocht. Die ik ook wel op mijn lijstje had staan. Dus ik ga je gewoon laten zien wat ik bij de Action heb gekocht. Mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd weer in beeld te zien zijn. Als er spullen bij zaten die in de aanbieding waren, staat daar een sterretje voor. En ik begin gelijk met het grootste item. Dat is deze mand. Ik was op zoek naar een mand voor mijn kleden. En ik had eigenlijk in mijn hoofd iets leuks met roze en zo. Maar toen ging ik op internet kijken en dat viel nogal tegen. Omdat er ook niet echt maten bij stonden. Ik kon het dan niet zien, dus ik wilde dat niet gokken. Toen zei mijn moeder al, waarom neem je dan niet zo'n draadmand? Nou, die heb ik bij de Action gevonden. Je had hem in het zwart en in het wit. Er zit gewoon een deksel op. Dit is wel een soort van karton, lijkt het, als je de achterkant bekijkt. Die kan eraf. En dan ga ik hier mooi mijn kleden in opbergen. Je had hem in het zwart en in het wit. En ik heb zwart gekozen, want dat vind ik gewoon zelf het mooiste. Maar deze is ideaal dus voor de kleden. Dus die gaan hier dan weer mooi in. Die even weg. Dan heb ik twee keer een tablet standaard gekocht. En deze zijn van Bamboo. Ik heb er eentje voor mezelf gekocht en ook eentje voor mijn moeder. Ik merk zelf dat ik het nogal mis om mijn tablet soms neer te zetten. Soms is het gewoon handig met bepaalde dingen. En toen zag ik dat ze deze hadden. Je kunt hem dus gewoon zo neerzetten. Maar je kunt hem ook laten liggen. Zoals je hier ziet. Dus je kunt er meerdere kanten mee op. Je kunt hem op twee manieren neerzetten. Hij is voor je mobiel en je tablet. En er kan een tablet op tot maximaal 12 inch. Dus daar heb ik er twee van meegenomen. Dus ik dacht, het is ook wel een leuk cadeautje voor mijn moeder. Want die heeft ook een tablet. En het is ook wel lekker als ze die neer kan zetten. Dan heb ik een mandje gekocht. Ik moet mijn kastje opruimen van mijn schoonmaakmiddelen. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk een mandje hebben waar het in kan. Wat ik alleen een beetje mis, dat zijn die grotere mandjes. Misschien ken je ze wel, met van die gaatjes erin. Vroeger kon je die echt zoveel kopen. Maar tegenwoordig, omdat het waarschijnlijk plastic is, kun je dat niet echt meer kopen. Ik kan ze tenminste niet meer vinden, dus toen kwam ik deze tegen. Dus ik heb deze gekocht. Ja, er zal niet super veel in kunnen, maar in ieder geval wel wat in ieder geval. Dan wordt het gewoon wat opgeruimd, want ik moet het kastje ook uitzoeken. Dus die heb ik ook meegenomen. Dan kwam ik een Labello tegen en ik ben dol op Labello's. En dit is een Blackberry Shine. Labello 24 uur hydratatie. Nou, mijn lippen en ik die zijn goede vrienden, maar wel vaak droog. Er zitten natuurlijke oliën in, dus ik was wel benieuwd naar deze, want ik kende deze zelf nog niet. Dus die heb ik ook gekocht. Dan heb ik voor mijn moeder een handdoek en een theedoek gekocht. Misschien denk je, wat een raar cadeau, maar mijn moeder die heeft het gevraagd. Ik heb deze gekocht, de rood met roze vierkantjes. Ik had eigenlijk heel erg gehoopt dat ze die met poezen nog hadden, maar die hadden ze niet meer. En daar heb ik dan ook een bijpassende theedoek van gekocht. Deze is 65 bij 65. Dit zijn gewoon fijne handdoeken en theedoeken. De handdoek is overigens, voor degene die het weten wil, 50 bij 50. En je ziet ook inderdaad dat het echt een match is. Dus deze set is ook voor mijn moeder. Ook voor mijn moeder heb ik deze olieschenker gekocht. Je kunt er ook azijn in doen. Ik heb zelf zo'n schenker en ik vind het heel fijn met olie, omdat je kan doseren. Maar je kunt dus ook azijn in doen. En mijn moeder die gebruikt ook wel olie en azijn, soms ook door groente heen. Dus ik dacht, nou, dat is wel een leuk cadeautje. Staat ook gelijk leuk, leuker dan zo'n fles. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk om voor haar te kopen. Dus dat is deze. Staat gewoon original op verder. Niet echt heel bijzonder, maar ik dacht, het is wel een leuk cadeautje. Dan heb ik voor mezelf twee leggings gekocht. Dan moet ik even zoeken naar de andere. Die is hier. Dit is een jeans legging met een light shaping. Met een jeans look, zeg maar. Ik heb deze gekocht. Laat ik even voor opstellen. Als ik gewoon thuis ben, vind ik het gewoon fijn om een broek aan te trekken die makkelijk is.
Ik heb niet altijd zin in mijn spijkerbroek en dan vind ik een legging gewoon heerlijk. Dus ik heb deze in het blauw. Gewoon echt blauw. Hij heeft ook skinny pijpen, zeg maar, waar ik zelf wel heel erg van hou. Hij is dus gewoon stretchy, heeft verder geen zakken. Dit is een S'je, dat valt onder 36-38. Deze had geen verpakking meer, want die heb ik gewoon zonder verpakking gepakt. Maar ik heb ook nog een ander kleurtje en dat is een donkerdere. En die ziet er zo uit. Er zit dus 68% katoen in en nou ja, polyester zit er ook in. Je hebt hem echt in diverse maten en ik vond dit gewoon heel erg lekker. Want ik heb wel leggings, maar die zijn eigenlijk allemaal super groot. Ik dacht, nou, neem ik gewoon 2 leggings mee. Nu het koudere weer die weer aankomt. Lekker als ik gewoon thuis ben, zo'n legging aan. Vind ik heerlijk. En het ziet er dan ook gewoon wat netter uit. Dan heb ik nog zo'n haarbandje meegenomen. Die haarbandjes gaan er bij mij heel hard doorheen. Je kunt ze dus wassen. Doordat ik natuurlijk foundation zo gebruik, worden ze wel heel snel vies. En dan als je dagelijks een andere moet pakken, dan heb je op een gegeven moment niks meer over. En ik vind het gewoon heel fijn om echt mijn haar uit mijn gezicht te houden. Dus eventjes nog zo'n haarbandje, dit keer een grijze kleur. Dan heb ik nog een ander hangertje gekocht voor de AirTag. Ik had er natuurlijk al eentje gekocht, maar ik merk dat de AirTag er nogal makkelijk uitgaat. En nu kwam ik deze tegen en dit is een leren. Het is een nep leren uiteraard. En dat leek me gewoon net iets fijner. Deze is ook iets duurder als die andere, maar ik denk dat dit gewoon net iets fijner is. Hij heeft ook een hele andere ring. Je had hem in diverse kleuren. Ik denk dat mijn AirTag hier net iets mooier in blijft zitten als in die andere. Ja, weet je, siliconen is op zich wel fijn, maar ik merkte gewoon echt dat hij er heel makkelijk uit ging. Dus eventjes een leren. Dan heb ik Fluor Fun 12 Twin Highlighters meegenomen. Deze waren nieuw, die zitten weer in zo'n stapelbox. Ik heb hier al heel veel van, deze zijn van DecoTime. En hier heb je dus 6 fluor stiften, maar ook 6 pastel stiften. Het heeft een normale en een brede tip. Ze zijn waterbasis en er zit dus ook weer zo'n tray bij. Dus deze vond ik wel heel handig. Ik vind het fijn om... Ik werk best wel veel met fluorstiften. Dus ik dacht, normaal pak ik gewoon die highlighters. Maar ik dacht, ik vind fluorstiften ook wel leuk. Dus die heb ik gekocht. Ik moet even een beetje draaien, jongens. Dan even een heel basic items en dat zijn de scheermesjes. Eindelijk hadden ze ze weer. Ik vind dit momenteel echt de fijnste scheermesjes die er zijn. En hier heb je 4+2, dus 6. En ze zijn heel betaalbaar bij de Action. En ze waren echt een lange tijd niet verkrijgbaar. Nu hadden ze eindelijk weer. Dus ik dacht, ik neem gelijk weer een zakje mee. Want ja, die heb je nodig in je leven. Althans, als je dat wil natuurlijk. En ik heb ze nodig in mijn leven. Dan heb ik... Deco sneeuw en glitters. Hier zit dus sneeuw en glitters. Dat leek me wel heel leuk. Komt ook al bij de kerstafdeling vandaan. En daar kun je dus hele leuke dingen mee maken. Dus ik dacht, ja, straks ook leuk, weet je wel. We gaan natuurlijk, als we straks weer richting die periode gaan van de winter en zo, vind ik het wel leuk om dit soort dingen in mijn bullet journal te verwerken. Ik merkte bijvoorbeeld laatst dat ik een keer iets had getekend en er zat sneeuw bij. En toen dacht ik... Ja, ik vind die rondjes toch niet zo heel erg mooi. Dus dat zou je dan heel erg leuk hiermee kunnen doen. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Maar dit is de sneeuw en er zitten dus glitters bij. Dus ik ben hier wel heel benieuwd naar. Dan heb ik een bandje voor de Apple Watch. En dat is deze. En deze, hij is gewoon van stof. En die kun je dus zo met, zoals het normaal bandje zeg maar, vastmaken. Je had hem in diverse kleuren. Ik heb een zwarte genomen. Ik heb ook een zwarte Apple Watch. Je hebt hem in diverse maten. Deze is voor de 38, 40 en 41 mm Apple Watch. Dat is top. Dus het leek me wel leuk. En ik dacht, ze hadden deze nieuw. Ik dacht, ik ga het gewoon eens proberen of dat werkt. Dus wel heel leuk. Ik hoop wel trouwens dat dit een goede maat is. Want ik zie eigenlijk niet zo staan... Ja, dit moet wel lukken. Nou ja, we gaan het wel zien. Die heb ik in ieder geval ook gekocht. Dan hadden ze wat nieuws.
En even kijken of ik het allemaal vast heb. Want anders is het natuurlijk niet zo heel grappig. Maar ik heb ze. En dat is acrylspray verf. Dit is dus verf die je kunt spuiten. Ik zag dit, het leek me heel erg leuk. Ik vond het er leuk uitzien, dus ik dacht die ga ik kopen. Ik heb de groene variant. Leuk om misschien hier nog een losse video over te maken als je dat leuk vindt. Om te zien. Ik heb al wel ideeën wat je hiermee kunt. Er zit ook een neonkleur in. Dat is de middelste. Dus de groene. Dan een roze-paarse variant. Met rood, geel en oranje. Heel leuk. En een blauw-zwarte. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hierna. Ik vond het er leuk uitzien. Dus ik vind het leuk om dit te gaan proberen. Er zit 50 milliliter in één flesje. Dus er zit gewoon twee keer een solide kleur in. En dan één keer een neonkleur. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Oh. Dan heb ik voor mijn moeder deze gel socks gekocht. Die spa gel socks. Ik heb ze zelf ook en ik vind ze echt heel fijn. Mijn moeder die heeft ook wel eens problemen met de voeten. Ik denk, als ze dat nou gewoon lekker insmeert, deze sokjes aantrekken, op de band gaat zitten, dan gaat het gewoon lekker intrekken. Ja, omdat ik ze zelf echt heel erg fijn vond, dacht ik, nou, dat is wel leuk, een cadeautje voor mijn moeder. Ik hoop dat ze dat ook eens proberen, want dit is, ja, dit is gewoon heel fijn. Althans, vond ik. En dan heb ik nog een setje met kleine pompoenetjes gekocht. Deze vind ik weer leuk om straks bij de foto's te gebruiken. Ook als het weer herfst wordt. Dus ik dacht, dat vind ik wel leuk. Je hebt drie kleuren pompoenen. Is gewoon leuk om weer bij de foto's te gebruiken. Ik vind dat zelf altijd heel leuk om een soort extraatje erbij neer te zetten. Onder het mom van de kerstafdeling heb ik een aantal kerstwasjeteepjes gekocht. En dat zijn deze. Dit zijn best wel brede wasjeteepjes. Je krijgt er, hoeveel zit het er eigenlijk in? Staat dat erop? 8 wasjeteepjes van 3 meter. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Dus allereerst deze. Dan heb ik deze. Heel leuk. En deze vond ik ook wel heel tof, want hier zijn allemaal pinguïns op. Ik denk dat Nati deze ook heel leuk zal vinden. Kijk, pinguïns met een kerstmuts bijvoorbeeld. Superleuke wasjetapes dus. Ja, sommige spullen liggen er ook gewoon alweer, weet je, van de kerstafdeling. Dus ik dacht, ja, dit is wel heel erg leuk. Dan heb ik voor mijn moeder nog een geurtje gekocht. Een Laila en Lenora. Ik heb hier, dit is de Erkis. Ik heb zelf één geurtje van, die vond ik heel lekker. En mijn moeder had ook een geurtje gevraagd. Ik dacht, nou, deze zal ze misschien ook wel lekker vinden. Ik weet zelf alleen niet hoe die ruikt. Er stonden 3 testers, maar er stond niet duidelijk op welke geur het was. Want er zat dan net zo'n sticker overheen geplakt. Dus ik heb hem niet kunnen ruiken. Maar goed, ik hoop dat hij lekker is in ieder geval. En anders, ja, weet ik veel, zet je hem in de wc neer. Kun je hem daar sprayen? Moet die op je huid niet lekker zijn? Ik ga ervan uit dat hij wel lekker is. Want meestal zijn die geurtjes wel heel lekker. Dan hebben we nog 2 van deze gekocht. Dit zijn nog limited edities. Dit zijn de zomeredities. Ik heb hier allereerst Paradise Moment. Dat is deze. En ik heb inmiddels 4 van die sprayers in huis. Dus ja, dat gaat natuurlijk best wel hard doorheen. Dus ik denk, ik neem gewoon weer eventjes 2 mee. En dan heb ik hier, dit is de Fresh Ambiance. Pure Breeze and Floral Vibes. Nou, ik denk dat het wel heel lekker is. Ik weet alleen niet, hè, we gaan net de zomer uit en dan kom ik met van die zomeredities. Maar goed, wat maakt het uit, weet je? Geur is geur, denk ik maar. Heel basic item nog en dat zijn de vacuum cleaners. Deze... Ik had ze gekocht bij de Zeeman een tijdje terug. En ik kan ze toch nergens meer vinden waar ik ze heb neergezet. Ik dacht, nou, ik neem gewoon weer eventjes een setje mee. Nu bij de Action. Dit is de Ocean Breeze. Ze hadden 2 geuren. Ik dacht, ik doe deze. Die andere komen zeker wel weer tevoorschijn. Ik ga ervan uit dat dit ook van die zakjes zullen zijn. Kijk hoor. Even spieken. Nou, het zit hierin. Ik kan het niet ruiken, maar... Ik weet ook niet precies hoe dit werkt, maar dat zal er vast op staan. Dus je krijgt gewoon 3 van deze zakjes.
Staat dat erop hoe dat werkt? Zal te hopen. Oh, kijk, dit zakje moet je dan weer echt in de zak plaatsen. En die andere van de zeeman, die moest je echt opzuigen. Maar goed, die weer. Dan heb ik een setje met siliconen sponsjes. Dit zijn van die sponsjes die je multifunctioneel kunt gebruiken. Je kunt ze dus gebruiken om je pannen schoon te maken. Hier maken ze zelfs groenten ermee schoon. Ik zie dat ze een wortel aan het schoonmaken zijn. Je kunt ze in de vaatwasser leggen, maar je kunt ze ook voor je kleding gebruiken. Maar voor de pannen leek me deze wel handig. Er zitten ook haakjes aan, dus je kunt ze ook ophangen. Nou heb ik momenteel zelf geen haakjes, dus ik zou zelf zo'n etui niet op kunnen hangen. Maar het leek me wel heel handig. Ik noem wel eens mijn pannen dat ik ze niet helemaal lekker schoon krijg. En met een schuursponsje erin is het natuurlijk niet echt heel fantastisch. Dus hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dan heb ik twee big shirts gekocht. En ze hadden nou bij de Action ook eindelijk big shirts met lange mouwen. Daar heb ik er niet zo heel veel van. Dus ik heb deze met allemaal hartjes erop. Wat staat er eigenlijk op? Nou, dat kan ik niet eens helemaal lezen. Maar dat vind ik gewoon heel lekker. Ik vind deze dingen gewoon heel erg lekker zitten. En ja, ze hadden ze dus bij de Action met lange mouwen. Dus ik heb deze, maar ik heb ook deze meegenomen. Ja, ze zijn gewoon van 90% katoen en er zit 10% viscose in. Ja, ik vind die gewoon heel makkelijk. Ze mogen alleen niet in de droger, zie ik. Je moet ze wassen op 40 graden, dus niet in de droger. Nou, ik doe die dingen altijd in de droger, maar als het niet aangeraden wordt, is het natuurlijk niet zo heel fantastisch om het wel te gaan doen. Dan heb ik koude wokstrips voor het gezicht. Deze zijn van Feet en zitten 12 strips in. Ik heb heel vaak dat ik hier tussen zeg maar haartjes krijg en die haal ik elke keer weg. Alleen het komt ook heel snel weer terug. Dus ik dacht laat ik gewoon eens proberen met zo'n strip. Want misschien werkt het wel beter. Ik kan het ook hier boven de wenkbrauwen proberen, want dat vind ik ook vaak wat hardnekkig. Ik heb dat nog nooit gebruikt voor het gezicht, dus ik dacht, nou, laat ik het gewoon eens proberen. Ik weet eigenlijk ook niet hoe groot die strips zijn. Oh, dat zijn prima maatjes. Kijk, ze zien er zo uit, dus daar kun je prima mee aan de gang. Alleen, ik heb nu het idee dat dit doosje is open geweest. Er zijn er gewoon 6 uit. Of kun je ze dubbelzijdig gebruiken? Dat zou wel kunnen, dat je ze dubbelzijdig kunt gebruiken. Dat het er daarom 12 zijn. Er zitten dus hier echt letterlijk maar 6 in. Dat weet ik dan niet. Of iemand heeft al wat strips uit zo'n doosje gehaald en heb ik net het verkeerde gepakt. Want die kon hem ook wel heel makkelijk openmaken. Dus, nou, dat weet ik dan niet. Maar in ieder geval wakstrips. Dan heb ik Exfoliation sponsjes. En hiermee kun je heel makkelijk je gezicht ook reinigen. Er staat allerlei tekst achterop wat ik niet kan lezen, want het is allemaal heel klein. Je kunt ze gewoon nat maken, uitspoelen en dan kun je je gezicht ermee schoonmaken. Lijkt mij wel heel erg handig. Je krijgt 2 sponsjes. Er zit ook een opening in waar je je vinger in kan doen. Ik ben wel eens benieuwd of dat werkt, want ik heb zo'n idee dat misschien ook weer ja, zonder product moet. Het is gewoon lekker om je gezicht intens te reinigen. Dus daar was ik al heel benieuwd naar. Dan heb ik een conditioner gekocht. En ja, de conditioner en shampoos zijn momenteel gewoon allemaal heel erg duur. En ik zit altijd een beetje aan het merk vast. Alleen ik merk ook dat ik de prijzen gewoon niet heel fantastisch meer vind. En ik heb nu een puur argan conditioner meegenomen. En ik heb het idee dat hij naar kokosnoot ruikt. Ja, ik weet het wel zeker. Even kijken hoor. Of er verder nog wat meer informatie op staat. Nou, ik had het idee dat hier dus ook argan-olie in zou zitten. En dat heb ik altijd nodig in conditioner en shampoos. Ik ben wel heel erg benieuwd
of dat deze werkt. Want stel dat dit heel goed zou zijn voor mijn haar, dan wil ik gewoon deze gaan kopen, omdat deze gewoon heel goedkoop is. En dan kan ik daar gewoon eens wat van inslaan. Maar ze zijn dus, omdat deze dus hier met argan-olie is, dacht ik, dat is wel het proberen waard. Dan werd ik heel blij, want ik kwam mijn favoriete Dove Shower Gel tegen bij de Action. Die met cucumber en green tea. Die kon ik nergens meer vinden en Action had hem nu gewoon staan. Dus toen dacht ik, die neem ik gelijk mee. Want dit is toch wel echt een van mijn favorietjes. En ik kon hem gewoon echt nergens meer vinden letterlijk. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat ze die daar ook hadden. Eventjes kijken hoor. Dan heb ik een gezichtsmasker met een kleistik. Dat is deze. Dit is dus eigenlijk een masker in een stikvorm die je gewoon heel makkelijk kunt aanbrengen. En ze hadden verschillende varianten. Ik heb de Hydration Action voor een Radiant Effect. Dit is met rose water. Het is altijd wel goed. Zijn ook vegan. En het is, ja, het is gewoon een hele handige stik waarmee je dus een maskertje kan aanbrengen. Dus dat leek me wel echt ideaal, want vaak met dat smeren en zo is dat niet zo heel handig. Je brengt hem aan, dan laat je hem 15 tot 20 minuten inwerken. Dan spoel je het af en dan zou je een zacht huidje hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ik ga eventjes een beetje hier graven. Dan heb ik nog een paar figuursponsjes gekocht. Ik had er natuurlijk al eentje, maar ik vond het wel leuk om wat meerdere te hebben. Om daar ook mee te gaan knutselen. Dan heb ik er eentje met een cadeautje erop. Ik vond ze al heel fijn, want ik heb er al eentje, die bevalt heel goed. Dus nu met het cadeautje erop. Ik heb er een met een vlindertje, die vond ik ook wel heel erg leuk. Ik zie ook dat ze een dolfijntje hebben. Oh, die is ook heel schattig. Dus die. En ik heb er eentje met een beertje. Dat vind ik ook wel leuk. Gewoon ook leuk om te verwerken bij je bullet journal. En ik gebruik ze nu ook voor stempelkaarten. Dus dat vond ik wel heel erg leuk, deze. Dan heb ik een mapje gekocht. Het is niet het stevigste mapje. Er zitten ook maar twee in. Want hij zit uiteindelijk een beetje van karton. Maar ik ben dus van die kleurkaarten aan het maken voor mijn stempels. En die wil ik natuurlijk netjes opbergen. Dus daar zocht ik een map voor. Ik was eigenlijk op zoek naar zo'n map. En ik weet niet of je dat nog kent. Het zijn van die mappen. En die hadden al van die doorzichtige blaadjes erin zitten. Maar die kon ik dus echt niet meer vinden. Want die leken mij ideaal. Die hadden ze dus niet meer. Het enige wat ze nog hadden, dat was een soort snelhechter. Maar daar zat dan niet dat hechtstukje in, zeg maar. Maar er zaten dan al blaadjes in. En er zaten dan weer gaatjes in die je in een map kon doen. Dat leek me niet zo handig. Dus ik heb nu gewoon een leeg mapje meegenomen. En als het niet echt bevalt, kan ik altijd nog weer een andere kopen. Want hij is dus niet van het allerstevigste materiaal. Maar ik wil ook graag kleurkaarten maken van mijn stift. En ik wil alles gewoon netjes bij elkaar opbergen. Dan heb ik nog weer twee van de air freshenings meegenomen voor die apparaten. Ik heb hier de flowers. Die zijn gewoon heel erg fijn om een voorraadje van te hebben. En de lavender. En die is echt heel lekker, want hij ruikt niet per definitie naar lavendel. Maar hij ruikt meer naar zo'n geurtje. Zo'n mannengeurtje deed het me aan denken. Dus die vond ik echt heel lekker. Dus die heb ik ook gelijk weer meegenomen. Want die vond ik al echt heel erg fijn. Ik hoor wat we dan hebben. Oh ja, dan heb ik hier nog een keer de face scrub meegenomen. Deze heb ik nu in gebruik en die is zo lekker, die Kiwi face scrub. En er zitten echt hele fijne deeltjes in voor het gezicht. Dus die vond ik echt fantastisch. Dus die beviel zo goed dat ik dacht, ik neem gelijk weer even eentje mee. Best wel hard aan toe, doorheen. Dus die heb ik ook weer even meegenomen. Ik hoor wat ik dan hier heb liggen. Kijken hoe ik nu alles heb. Ik heb nog drie nieuwe nagellakkleurtjes meegenomen. Ik vind de nagellakjes van de Action heel fijn. Ik heb hier allereerst de kleur 451 Euphoria. Een beetje een oud roze kleurtje. Vond ik wel heel leuk.
Dan heb ik een groen kleurtje, dat is deze. Deze heeft een 476 camouflage. Het zijn weer een beetje de herfstkleurtjes die er nu liggen. Dan heb ik deze hele mooie kleur ook meegenomen. Dit is de kleur 496 Falling Leaves. Die vond ik ook wel heel erg mooi. En ik heb nog dit kleurtje. En dat is een beetje grijzig lijkt het. 456 Lady Boss. Dus ja, ik vond het gewoon een leuke kleurtje. Ik vind die nagellakjes van de Action echt heel fijn. En dan heb ik nog drie nieuwe highlight sticks. Ik had al gezien dat ze ze hadden en ik was er al naar op zoek. En elke keer kon ik ze nog niet vinden. Maar ze hadden ze. Dit zijn de highlighting sticks. Dit zijn illuminating highlight sticks. Ze zijn vegan en die zijn dus nieuw. Ik heb hier allereerst de kleur 172 Luminous. Het is een beetje een roze kleurtje. En ik ben hier wel benieuwd naar. Want ik heb in het verleden wel eens highlight sticks gehad van de Action. Die waren best wel goed. Dus ik ben wel benieuwd ook naar deze. Ik heb ook de kleur 478 Glow Getter. Dat is een beetje goud. Ook heel mooi. Ze hadden dus ook drie kleuren. En ze hadden ze wonder boven wonder ook alle drie. Want dat is ook vaak de vraag. Maar ze hadden ze dus. En de laatste die ik heb, dat is de kleur 170 Shine Bright. Dat is meer een beetje een lichtere kleur. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar. Ze zien er in ieder geval heel mooi uit. Ik ben heel erg benieuwd naar deze sticks. Mocht je het leuk vinden om hier een losse video van te zien, laat het dan gewoon even weten bij de comments. Want dan kan ik er altijd eventjes naar kijken. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Nagellakje gekocht. Een geel-oranje kleurtje. Vond ik wel heel leuk. Deze heeft een 412. Als ik het goed zeg. Hello Honey. Dus die heb ik gekocht. Die vond ik wel heel leuk. Ben ik wel heel benieuwd naar. Dus die. Dan heb ik een liquid eyeliner gekocht in een waterproof variant. Deze was nieuw, daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Gewoon een zwarte. Ik ben dol op eyeliner en ik was wel benieuwd hoe die van Max & Moore zou zijn. Ik vind die in die potjes altijd al heel fijn van hun, dus ik ben benieuwd naar deze. Nou, dan waren dit alle spullen die ik heb gekocht bij de Action. Ik ben er in ieder geval wel weer heel erg blij mee. Het waren ook wel die dingetjes die ik, leuk vond, die ik alweer eventjes op mijn lijstje had gezet. Dus ik ben er wel blij mee. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de broeken. Ik hoop echt dat ze goed zitten, want dat gaat me gewoon heel veel plezier doen. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik dit keer bij de Action heb gekocht. En of je zelf nog onlangs bij de Action bent geweest en of je nog zelf leuke aankopen hebt gedaan. Mocht je dat willen delen, zet het dan vooral even in de comments neer. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op dat rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button, daar kun je ook op klikken. En daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Dus zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video te mogen zien. Doei!